Ajay Surch Bali Singh, directeur van Surichange Bank NVSCB, is tijdelijk op non-actief gezet door de aandeelhouders van de bankinstelling. Dit vanwege verschil van inzicht over het gevoerd beleid bij de Surichange Bank. Het besluit is door de aandeelhouders genomen in goed overleg met de Raad van Commissarissen en heeft geen invloed op de reguliere bedrijfsvoering. Zo meldt de bankinstelling in een persbericht. De dagelijkse leiding van de bank ligt nu bij de onderdirecteur en de Raad van Commissarissen. Intussen wordt er ook overleg gevoerd met de Centrale Bank van Suriname over de wijzigingen in de directievoering.